Welkom, beste luisteraar, in de podcast Historische Vertelsels over mensen van bij ons. Marcel van Schelle, een vergeten bekende Belg uit Merksplas. Mijn onvergetelijke Marcel. Zo begint Victor Trido, politie- en verzetsman uit Charleroi, zijn befaamde boek Breendonk, het kamp van de sluipende dood. Het is een van de eerste eigentijdse getuigenissen die ik destijds gelezen heb over Breendonk. Hij schrijft over zijn persoonlijke ervaringen in het beruchte SS-opvanglager, waar hij als politiek gevangene een tijdje opgesloten zat. Begin 1943 leert Victor er Marcel kennen. Ze worden de beste vrienden in de duistere gangen van het fort. Maar hoe en waarom is den T nu eigenlijk in Breendonk terechtgekomen? Wat had hij uitgespookt om op de radar van de Duitse veiligheidsdiensten in België te belanden? Wel, dat gaat u allemaal te weten komen in deze laatste aflevering over het wonderbaarlijke leven, tussen aanhalingstekens, van Marcel van Schelle. Het is einde 1940. België leeft ondertussen een dik half jaar onder de Duitse bezetting. En het is eigenlijk wel dikke miserie. Er wordt dan wel niet meer gevochten in ons land, maar er is steeds dat gevoel van onveiligheid. Bovendien heerst er schaarste. Eten, kleding, brandstof, alles is gerantsoeneerd of anders heel duur. Er is veel werkloosheid. Het begint ook kouder te worden. Mensen beginnen te morren. Maar met de bezetting is België de facto een politiestaat geworden, naar het model van Nazi-Duitsland. De veiligheidsdiensten zijn overal. Ze houden alles nauwlettend in het oog. Er moest niet te veel gemord worden, of je kon wel eens in de problemen geraken. Denk maar aan Israël Neumann, de Pools-Joodse man uit de eerste reeks van deze podcast. Die werd al in oktober 1940 opgepakt. Voor Marcel zal het in de eerste weken na de inval ook wel niet zo simpel zijn geweest om zijn business in stand te houden. Maar na enkele maanden is het leven, zeker in de hogere en rijkere kringen, min of meer genormaliseerd. En is het misschien wel business as usual, tussen aanhalingstekens. De ijspistes, de zwembaden, de winkels, alles draait weer. Want ook de Duitsers, die in België gelegerd zijn, houden wel van wat entertainment of sportieve ontspanning. Ik vermoed dat de zaken, alles in acht genomen, voor den T nog wel behoorlijk goed gaan. Aan de oppervlakte althans. Sinds de Duitse inval zijn er in België en Frankrijk groepen die actief verzet plegen tegen de bezetter. In het begin is het allemaal nog redelijk kalm. Een van de wapens van oppositie is het organiseren van stakingen in de grote bedrijven, in de mijnen, enzovoort. De clandestine pers drukt pamfletten en vlugschriften om de moraal bij de bevolking erin te houden en om boodschappen door te geven. Er is ook actieve spionage, meestal op initiatief van de Britse geheime diensten. Het bespieden van de Weermacht,
Het opvolgen van grote Duitse projecten en het doorspelen van die informatie was levensgevaarlijk. De Duitse Abwehr, de contraspionage zeg maar, spoort vermoedelijke spionnen op, peilt naar zenders en jaagt op postduiven. Boven België worden soms geallieerde vliegtuigen neergeschoten. Als de piloten de crash overleven, dan moeten die zo snel als mogelijk in veiligheid worden gebracht. Er komen vluchtroutes via Frankrijk en Spanje om ze weer naar Engeland te krijgen. En hoe verder men in de oorlog komt, hoe groter en hoe driester het verzet ook wordt. Sabotage van infrastructuur die de bezetter gebruikt, aanslagen op belangrijke figuren, Duits of in het collaboratiemilieu, transport van de benodigde wapens en munitie om dat te kunnen doen, en ga zo maar door. En de bezetter, wel, die kijkt echt niet werkloos toe, hè? Integendeel. De veiligheidsdiensten jagen zeer actief op alle verdachte elementen. Het is een linkerboel voor mensen in het verzet. En u voelt mij al komen, hè? De woorden link, gevaarlijk, driest zijn al gevallen. Echt iets voor Marcel van Schelle dus. Bovendien heeft hij nog een rekening openstaan met Duitsland. Als succesvol zakenman kent hij enorm veel mensen. Ook hooggeplaatste. Niet enkel in België, maar bijvoorbeeld ook in Frankrijk. En hij heeft de centen. Dus ook voor het verzet is hij een interessant persoon om in te lijven. En dat is wat uiteindelijk ook zal gebeuren. We zijn nog steeds einde 1940. Leon Broekaert, apotheker in het Sint-Pietersziekenhuis van Brussel, komt in contact met een groep verzetsmensen die neergeschoten geallieerde piloten proberen te repatriëren naar Engeland. Via zijn broer Armand kent hij ook een aantal politiemensen en gemeenteambtenaren in Jette die rond diezelfde tijd een clandestine verzetsgroep vormen die aan het Belgische legioen is verbonden. Het legioen is een groter verzetsnetwerk dat op verschillende plaatsen en fronten actief is. En Leon is al jaren goed bevriend met, inderdaad, onze T. En zo begint zijn verhaal in het verzet. Tijdens een etentje of zo, ik weet het niet, vraagt Martial aan Leon of hij geen goede connecties heeft bij het lokale verzet. Hij wil helpen. Hij kan helpen. Met fondsen, met kleding en materiaal. Zelfs zijn wagenpark met Amerikaanse sleeën staat ter beschikking indien gewenst. Broekaert laat het zich geen twee keer zeggen. Hij legt direct de link. Martial wordt betrokken bij een illegale ontsnappingsroute voor piloten en verzetslui, die via Frankrijk en Spanje naar Engeland leidt. Hij levert jassen, broeken en schoenen, via Van Schelle Sports natuurlijk. Hij voorziet de organisatie en de vluchtelingen van geld. En hij helpt ze verstoppen, van eten voorzien en uit Brussel ontsnappen in een van zijn chique auto's. Tegelijkertijd vraagt Broekaert aan zijn broer om in de groep in Jette de 12 beste mensen te selecteren. Hij stelt ze voor aan Martial. Ze vormen samen de groep Jette van Schelle. Met Armand Broekaert, de broer van Leon, als chef en Martial als sponsor, drijvende kracht en de man die de bevelen geeft. En al snel gaat deze groep meer doen dan alleen maar piloten redden en valse paspoorten maken. Ze gaan zich toeleggen op het transport van wapens en explosieven. En op sabotage. Tot in oktober 1941 Leon Broekaert in de problemen komt. Enkele van zijn nauwe contacten worden kort na elkaar opgepakt door de Gestapo. Het wordt heel warm onder de voeten van Leon.
Hij moet zo rap als mogelijk weg uit Brussel. Martial maakt de vluchtplannen klaar. In februari 1942 gaat Brugaard in Mons de grens over, met behulp van een zekere Paul, de schuilnaam van de passeur. Het wachtwoord tussen beide mannen luidt Le Lac aux Dames, het zwembad van de T in Westende, weet u nog? Eens in Parijs aangekomen, wordt Léon opgevangen door leden van de Franse verzetsgroep Manipul. Zij zullen hem door Frankrijk loodsen. Léon geeft de Fransen de naam van Martial door als zijn zeer betrouwbare en financieel daadkrachtige opvolger. De link tussen Van Schelle en Manipul in Parijs wordt daar gelegd. Via Bayonne, de Pyreneeën, Spanje en Lissabon bereikt Léon Brugaard uiteindelijk Engeland. Hij zou er in dienst gaan van de Royal Air Force en later als verpleger bij de Belgische Brigade Piron terug naar België komen. Vanaf nu heeft Van Schelle zijn eigen vluchtlijnen in Brussel. Hij staat in contact met een zekere kolonel Page in Londen. Hij werkt voor Manipul in Parijs en hij is daar bijna wekelijks. En hij heeft zijn Jette Van Schelle groep. Er komt zelfs nog een vierde groep in het spel, namelijk Luc, L-U-C. En ook die gaat hij vooral financieel ondersteunen. Tot ze hem in de zak zetten, zoals ze dat zeggen. In totaal zal Martial meer dan 300.000 oude Belgische franken van zijn eigen middelen in zijn verzetsgroepen steken. Dat is vandaag zo'n slordige 250.000 euro. In een van de documenten in zijn dossier heb ik trouwens weer iets typisch voor Martial gevonden. Een staaltje out of the box denken in oorlogstijd. Tijdens een meeting bij Manipul in Parijs ontvouwt een T een simpel, edoch zeer gewaagd plan om vrijer naar en uit Frankrijk te kunnen reizen. Hij stelt voor om op zijn kosten een skistation annex school op te richten in de Franse Alpen, vlakbij het neutrale Zwitserland. Onder het voorwendsel dat het studenten zijn die naar Ginder gaan en omdat Van Schelle er zelfs bij de Duitse bezetter onbekend staat gedurfde initiatieven te nemen, wel, ze zouden niet het minste argwaan hebben. Zo dacht de T althans. De collega's hebben het hem toch maar uit het hoofd gepraat. Dat plan wegens veel en veel te gevaarlijk. En soms loopt het ook mis tijdens zo'n smokkel- en vluchtpoging. Zo werd Edmond van Horen, verzetsman die uit België moest vluchten midden 1942, door Martial voorzien van valse documenten en via een gids op de trein naar Leuven gezet. Daar aangekomen neemt hij de Intercity van Keulen naar Parijs. Via de Lidstad gaat het dan verder naar Poitiers en wordt, Van Horen, over de demarcatielijn gezet. Dat is de grens tussen bezet en vrij Frankrijk. In Montpellier mist hij echter zijn contactpersoon die hem naar Spanje moet brengen. Daardoor zit hij er 6 maanden vast. Wanneer hij via vele omwegen uiteindelijk toch de Pyreneeën bereikt, om zo naar Spanje te worden gesmokkeld, wordt de hele operatie ontdekt en iedereen opgepakt door de Franse en Duitse politie. Hij belandt een tijdje in een concentratiekamp, maar hij kan na enkele maanden ontsnappen en toch nog Spanje bereiken. Buiten voor Martial heeft Van Horen voor niet veel mensen in het netwerk een goed woord over. Soms lopen de zaken dus niet zoals gepland. De verklaring van Van Horen werd trouwens opgetekend in Barcelona in 1944. Hij heeft nooit Engeland bereikt. In het dossier van Martial zitten er nog van die getuigenissen. Uitgetypt in Barcelona, Madrid, Lissabon. Het zijn allemaal verhalen van gevluchte verzetslui die via Martial en zijn netwerk hun hachje hebben kunnen redden. Thank you.
Volgens een verslag van de staatsveiligheid van na de oorlog begint de groep Jette van Schelle vanaf september 1942 zijn sabotagedaden op te voeren. Er worden ook plannen gesmeed om aanslagen te plegen op collaborateurs in Jette en Brussel. Wat ze juist doen, wordt echter niet vermeld. Helaas. Wat wel zeker is, is dat een aantal leden van de groep vanaf november 1942 in het vizier van de Gestapo komen. De eerste die wordt opgepakt is politieman Frederik Moorveld. Op 21 november valt de Gestapo bij hem thuis binnen en vinden er explosieven. Op 9 december is Armand Broekaert aan de beurt. Begin januari 1943 volgen er nog enkele leden. Martial is op dat moment in Parijs bij Manipul. Door de arrestaties in zijn groep waarschuwt men hem om niet terug te keren naar Brussel, zijn sporen te wissen en naar Engeland te vluchten. Hij weigert en keert toch terug. De Gestapo schaduwt hem echter al een tijdje. Ik zie het zo voor mij. Zo'n typische flik met hoed en lange jas die vanuit de schaduw het huis van Martial in de Rue de la Glacière 14A in de gaten houdt. We zijn in Sint-Gilles. Op 15 januari 1943 sluit het net zich en wordt Van Schelle gearresteerd. Later die maand worden de meeste andere leden eveneens opgepakt. Als ook de twee vrouwen van de groep, waaronder Leontien Fieris. Slechts drie personen blijven uit de handen van de Duitse geheime diensten en duiken wijselijk onder. Het Van Schelle-netwerk wordt in enkele weken tijd helemaal opgerold. Wat overblijft, zal zich later aansluiten bij de Belgische Nationale Beweging, waar ook Louis Boekmans toe behoorde. Zijn verhaal kan je horen in de vierde reeks van deze podcast. Maar terug naar de arrestatie van Martial. In mei 1983 beschrijft de dan 77 jaar oude Leontien Fieris aan La Libre Belgique hoe de arrestatie van Martial is verlopen die bewuste 15 januari 1943. Fieris was in haar jonge jaren gerante van de Van Schelle Sports aan de Loksumstraat en, zoals gezegd, ook lid van het netwerk Jette van Schelle. Die dag ging meneer Van Schelle 's morgens vroeg al naar de Werbestelle, het arbeidsambt van de Duitse bezetter. Een van de medewerkers van Schelle Sports was namelijk opgeëist om in Duitsland te gaan werken. Meneer wilde een poging doen om de op handen zijnde deportatie nog ongedaan te maken. Maar hij werd echter geschaduwd door de Gestapo. Eén man volgde hem naar zijn afspraak, een andere vatte post in de winkel aan de Loksumstraat. Vanaf het moment dat meneer terug in de winkel kwam, schoten beide politiemannen in actie. We konden niet meer weg. Iedereen aanwezig werd tegen een lange radiator gezet in afwachting van ons transport. In een grote auto werden we naar het hoofdkwartier van de Gestapo aan de Louisalaan gereden. Na enige tijd voerden ze ons naar de gevangenis van Sint-Gilles, behalve meneer Van Schelle. Die bleef gehandboeid bij de Gestapo achter. Later die dag zou hij naar Breendonk gestuurd worden. In het officiële politierapport over de arrestatie staat er te lezen: Van Schelle wurde 15 januari 1943 festgenomen, weil er als Chef einer Terrorgruppe in Brüssel Sprengstoffe beschäft und diese an Mitglieder der seiner Gruppe zum Vornahme von Attentaten weitergeleitet hat. In einem Falle hat er zu einem Mord angestiftet, der nicht zur Ausführung kam. Van Schelle führte die Gruppe seit Februar 1942. Ich vertaal even voor alle Sicherheit. Er staat geschreven dat Van Schelle als chef van een terreurgroep in Brussel in het bezit was van springstof en dat hij die verdeelde over de leden van zijn groep, met de bedoeling aanslagen te plegen. Uit een ander verslag kan ik opmaken dat er minstens 6 aanslagen werden uitgevoerd. In één geval had hij tot moord aangezet, die uiteindelijk niet werd uitgevoerd.
Van Schelle leidde de groep sinds februari 1942. Einde van de vertaling. Tja, dat kan tellen, hè. Martial zit in hele, hele vieze papieren. Hij had beter geluisterd naar zijn Franse copains. Maar die overmoed, hè. Ha, zo typisch weer Martial, hè. Na de arrestatie worden ook Leontien en een andere medewerker, Felix Wotelet, ondervraagd door de Gestapo. Beiden menen zich later te herinneren dat ze enkel vragen hadden gekregen over de sabotagedaden van de groep Jette van Schelle. Er zijn nooit vragen gesteld over de vluchtroutes, noch over spionage. Daar wist de Duitse abwehr blijkbaar nog niks van, op dat moment. Nog volgens Leontien is Martial verraden geworden door een politieman uit Elsene. Ze noemt hem niet bij naam, maar hij zou na de oorlog wel veroordeeld zijn. In een document van 18 maart 1943 lees ik echter dat een Duitse vriendin van Martial net voor hem was opgepakt en dat zij, en dus niet die politieman uit Elsene, hem onder dwang heeft verraden. In datzelfde document wordt gesteld dat Moorveld en Broekaert wel door een collaborerende politieman uit Elsene zijn verraden geworden. Het was dus een collega, hè? Later zou die agent gedood zijn door het verzet. En nu toch even iets ter verduidelijking, beste luisteraar. Wanneer de documenten spreken over onder dwang, dan bedoelt men eigenlijk door middel van foltering. Na de oorlog zijn enkele gefusilleerden uit de groep van Van Schelle opgegraven om elders te worden herbegraven. Sommige van hen hadden zware wonden aan de schedel en de handen, meer dan vermoedelijk opgelopen tijdens de gevreesde verscherpte verhoren. De Gestapo martelt voor informatie om zo verzetsnetwerken te kunnen ontmaskeren en te ontmantelen. Het hele systeem steunt op verklikking, spontaan of geassisteerd, laten we het zo zeggen. Leontien Fieris vertelde in haar interview dat Martial de 15 januari 1943 vanuit het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst aan de Louisa-laan rechtstreeks naar het fort van Breendonk werd gevoerd. Ik zie de aankomst zo voor me. Martial zit op de achterbank van een auto met een SS-bewaker naast hem. Via de baan van Brussel naar Antwerpen rijden ze naar het oude Belgische fort. Na een rit van een half uurtje of zo komen ze in het pikdonker aan de poort vooraan het oprijlaantje. Abend. Papieren bitte. In Ordnung. Fragen Sie weiter. Tor öffnen. De auto rijdt traag over de kasseien tot aan de brug over de gracht. Het is koud en miserig die avond. Voor de brug staat SS-Untersturmführer Arthur Praus in het felle schijnsel van de koplampen te wachten. Vanuit de auto ziet Martial de schrik van het kamp staan. In zijn dikke lange jas, kraag omhoog, de SS-pet tot over zijn oren getrokken. In de regen ziet hij er echt angstaanjagend uit, hoewel hij eerder aan de kleine kant is en niet van de magerste. Ik vraag me af wat Martial toen moet gedacht hebben. Nu, veel tijd om te denken kreeg hij niet. Raus. Hij wordt hardhandig uit de auto geduwd. Veel geluk. En met de nodige stampen en onder luid gebrul de donkere tunnel ingejaagd. Praus tekent nog snel voor ontvangst. De auto keert zich en redt de kasseien weer af. Eens voorbij de poort verdwijnt hij in de nacht. De bewakers leiden Martial naar een klein kamertje waar hij aan de SS'er met nachtdienst alles mag afgeven wat hij bij zich heeft. Hij wordt nog snel ingeschreven in het kampregister en krijgt een nummer mee, 458. Met dat papiertje in de hand mag hij nog snel langs de kleermakerij om de kleren die hij aan heeft om te wisselen tegen een oud, versleten, mufruikend Belgisch
legeruniform. En wat komt er op de borst? Ja hoor, dat nummer. Dat die heet nu 458. Hij kan het maar best snel van buiten leren. Of hij die avond al naar zijn kamer is gebracht, of zoals bijvoorbeeld Louis Boekmans in de vierde reeks van deze podcast nog een nachtje in de cel heeft moeten doorbrengen, is niet geweten. Het kan allebei. Kamer 2. Dat is waar Martial terechtkomt. En hier zal hij Victor Trido leren kennen, de politieman uit het begin van deze aflevering. Ze worden hele dikke maatjes. Samen met André Wittezalen en de verzetsmannen Leon Leemans en Jules Clara, alias Kiki, vormen ze een vast groepje. Als ze niet aan het werk zijn op de werf, u weet wellicht nog dat de gevangenen in Breendonk dwangarbeid moesten verrichten, wel, als ze dat niet aan het doen zijn, dan zitten ze samen rond een tafel in de kamer om te praten over van alles en nog wat. Of ze steken zich weg, voor zover dat kon natuurlijk, om samen in het geheim peukjes te roken, zoals vroeger op school, weet je wel? Want dat mocht natuurlijk niet. Den T rookt echter niet mee, sportman dat hij is. Kamer 2 staat onder leiding van kameroverste Fernand Domery. Deze 43-jarige man is even een zijsprongetje waard. Domery is beenhouwer in Jumet wanneer de oorlog uitbreekt. Hij wordt lid van de Belgische Nationale Beweging en regelt wapens en niets meer. Om die reden wordt hij eind 1942 opgepakt door de bezetter. Op 31 december komt hij toe in Breendonk en hij krijgt er het nummer 320. De SS stelt hem al snel aan als Zugführer, kameroverste van Zug 2, kamer 2 dus. Nu, Domery ontpopt zich al snel tot een brutale overste, die roept en tiert en vooral losse vuisten heeft. Zijn gedrag verklaart hij zelf als volgt. Wij zijn hier met 48 man. En als er 47 moeten creperen om mijn veld te redden, wel, dan zullen er 47 creperen. Uiteindelijk zullen er 2 gevangenen sterven door zijn toedoen. En 2 keer op dezelfde manier, namelijk door verklikking. Het bekendste geval is dat van mijnwerker Roger Poquet uit Marcinelle. Hij doet iets wat je beter niet doet in een SS-kamp, tenzij je boel zoekt natuurlijk. Opvallen. Hij heeft een grote mond en op een dag roept hij meermaals naar Domery dat hij zijn smoel nog wel eens zal breken. De kameroverste snauwt daarop terug. Wacht maar tot morgen, Poquet. Dan krijg je de zak. En ja hoor, de volgende dag op de werf krijgt Roger de ransel van de 2 meest beruchte Vlaamse SS-bewakers, Weiss en de Bot. Met die rugzak vol stenen moet Poquet nu aan de dwangarbeid. Volgens Trido zaten er 40 kilogram stenen in. Volgens andere getuigenissen eerder 10 kilogram. Nu, het uiteindelijke resultaat is hetzelfde. De extra kilo's in de ransel zijn dodelijk voor de reeds uitgeputte gevangenen die elke dag tot 8 uren keihard moet werken. Voor Poquet was het niet anders. Hij sterft de dag erop aan totale uitputting. Wanneer ze in de kamer zijn, beseffen Martial en zijn vrienden maar al te goed dat Domery hem probeert af te luisteren. Hem probeert te betrappen op iets wat hij tegen hen kan gebruiken. Nu, om dat te vermijden, praten Wittezalen, Leemans en de T in het Engels tegen elkaar. Ik maak er uw luisteraar trouwens graag attent op dat Martial vloeiend Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans sprak. Daar kun je al eens ergens mee komen. En het zal hem in Breendonk met al zijn nationaliteiten ook wel geholpen hebben. U begrijpt ook dat de kameroverste er zeker niet om kan lachen. Domery wordt in april 1943, na bijna 4 maanden detentie, vrijgelaten uit Breendonk. Zoek geen link tussen zijn gedrag en zijn vrijlating, want die is er niet. Er worden rond die periode heel wat verzetselen uit Henegouwen vrijgelaten. En dat zal Domery uiteindelijk duur te staan komen. Op 6 september 1944, 2 dagen na de bevrijding van Jumet, maar dus eigenlijk nog in volle oorlog, wordt hij opgepakt en eind 1944 ter dood veroordeeld.
Een aantal van die vrijgelaten verzetselen getuigen tegen hem, ook Victor Trido. Fernand Domerie, de slager van Jumet, is de eerste in een reeks kameroversten die voor collaboratie en oorlogsmisdaden wordt gefusilleerd. In 1947 volgen er nog een aantal. Terug naar den Tie. Net zoals de meeste andere gevangenen wordt Martial aan de dwangarbeid gezet. Ze moeten het fort uitgraven, dat weet u nog uit de vorige reekse over Breendonk. Hij wordt ingedeeld aan de kiepkarren, samen met 3 andere gevangenen. Ze moeten de met aarde gevulde karren, een ton zwaar, nota bene, over een smal spoor duwen, in Lopas. En dat de ganse dag door, in weer en wind, en het is winter 1943. Het is berenkoud dat jaar. Een van Martial's kompanen aan de wagentjes is Georges de Blazer, een politieman uit Brussel en lid van het Onafhankelijkheidsfront. Hij was dus een communist. De Blazer kan soms praten met Martial. Hij vindt hem een aangenaam persoon, een toffe P, zoals ze dat in Brussel zouden zeggen. Den Tie moet hem ooit verteld hebben dat wat hem echt pijn deed, was dat sommige van zijn zogenaamde vrienden hem als een collaborateur beschouwden, omdat hij omging met Duitse officieren en ze blijkbaar niet snapten dat hij dat deed vanuit zijn positie als bekende Belg en industrieel, om zo aan inlichtingen te geraken. Ik heb in een van de documenten in het dossier een getuigenis in die trant teruggevonden. De Blazer had het bij het rechte eind. En dat brengt me bij de vraag of Martial in Breendonk ooit gepasseerd is in de beruchte Kamer voor Verscherpt Verhoor. De bunker, zoals die werd genoemd. Volgens Victor Trido alvast wel, want hij schrijft in zijn boek: vroeger reeds had ge veel geleden. Dagelijks had ge, zonder één enkele klacht, in de folterkamer of bij het werk, de vuistslagen en stampen ondergaan van Wijs en de Bot, die toch, o hemel tergende schande, onze landgenoten waren. Trido verwijst hier expliciet naar de folterkamer. Maar dat gebeurt wel meer in de verhalen die na de oorlog werden neergeschreven over Breendonk. Het oude fort is berucht geworden als folterkamp van de SS. Maar niet iedereen is er systematisch aan foltering, in de strikte zin van het woord wel, onderworpen. Toch heb ik de neiging om Trido hier echt wel te geloven. Martial was geen kleine vis, hè? Integendeel. En hij was bekend in heel België. Een schone prijs voor de SS, laten we zeggen. En vermits de Brusselse Sicherheidsdienst hem na zijn ondervraging op hun hoofdkantoor direct naar Breendonk heeft gestuurd, doet het ergste vermoeden. Iets in mij zegt dat Martial een paar keer zwaar aan de tand is gevoeld tijdens zijn eerste dagen in gevangenschap. Als de SS hem kan breken en op de pijnbank zijn netwerk laten opbiechten, ze zullen de kans niet hebben laten schieten. Dat ook de Vlaamse SS hem zoekt en mishandelt, is gezien zijn bekende Belgstatus niet te verwonderen. De Bot en Wijs konden lekker de grote Jan uithangen tegenover hem. En veel verweer heeft den Tie natuurlijk niet. Maar veel klagen doet hij volgens Trido dus niet. In februari 1943 worden er nog 2 leden van de groep Jette van Schelle in Breendonk binnengebracht. Het zijn de oude copains Frederik Moorveld en Armand Broekaert. In welke kamer ze terechtkomen is niet bekend, maar misschien was het wel kamer 7, bij oud-sergeant René Hermans. Het is een berekend gokje, afgeleid uit wat nu volgt. Hermans was opnieuw zo'n gewelddadige kameroverste die zijn medegevangenen verklikte bij de SS. Trido beschrijft hoe de zoekvuurder op een dag Broekaert een vuistslag vol in het gelaat geeft. Deze laatste reageert met een rechtse direct die goed raak was. Armand Broekaert was een grote vent, zeker 1,90 meter. Geen wonder dat de kamerchef op zijn benen stond te wankelen. Hermans had zich duidelijk misrekend. Maar een Duitse bewaker had het voorval gezien en samen met Hermans slagen ze de politieman uit Jette in elkaar. Armand Broekaert zou Breendonk niet levend verlaten. Want als u zich goed herinnert, beste luisteraar, wordt hij, net zoals Moorveld,
samen met Martial gefusilleerd. Maar daar had de vechtpartij niks mee te maken. In het politieverslag van zijn arrestatie staat er namelijk te lezen dat hij lid was van de terreurgroep van Schelle, dat hij springstoffen vervoerde om aanslagen mee te plegen en dat vind ik dan heel interessant, dat hij lid was van het VNV, het Vlaams Nationaal Verbond van Staf de Klerk, dat collaboreerde met Nazi-Duitsland ten faveur van de Vlaamse zaak. Dit doet me denken aan wat de Blazer hierboven vertelde over Martial zijn rol als mol. Ook Broekaert zat in het hol van de leeuw om te spioneren en informatie in te winnen. 5 maart 1943. Brussel. Een onbekende heeft net nazi-propagandabrochures van de drukkerij Steenland in brand gestoken. Hij zet het op een lopen en wordt achtervolgd door Jan Aken, de eigenaar van de drukkerij en prominent lid van SS Vlaanderen. Er klinkt geschoten. Aken ligt dood op straat. Hij is onder andere de uitgever van D-Vlag, het tijdschrift van de Duits-Vlaamse arbeidsgemeenschap van hoofdredacteur en notoir nazi-propagandist Jeff van de Wielen. 3 dagen later wordt Aken begraven en roept Van de Wielen op tot wraak. De Duitse politiediensten kunnen echter geen verdachte klissen. Diezelfde dag nog van de begrafenis tekent militair bevelshaber in België, generaal Alexander von Falkenhausen, het doodsvonnis van 10 mannen. Ze zullen worden gefusilleerd als represaille voor de moord op Aken en ook op die van de Waalse oostfronter Bois Bourdin. Weet u nog aan het begin van episode 1? In Breendonk weten de gevangenen van niets. Ook Martial niet. Hij is bezig met zijn dagelijkse routine van werken, eten en vooral overleven. Maar dat zou snel gaan veranderen. Enkele dagen na het executiebevel is er gerammel aan de deur van kamer 2. Prauss en zijn gevolg komen in de kamer. Iedereen in het gelid. 4, 5, 8, austreten! Martial moet naar voren stappen. Uit de rij. Ik zie de luitenant zo voor me. Al grijnzend noteert hij het nummer. Iedereen weet wat dit betekent. Martial is uitgekozen om terechtgesteld te worden. Prauss bevestigt het met luide stem. Datum van executie, 15 maart, vroeg in de ochtend. De SS'ers verlaten de kamer. Iedereen is in gedachten verzonken. Hier en daar een traan, niet alleen voor Martial, maar ook van opluchting. 9 andere gevangenen krijgen die dag ook te horen dat ze voor het executiepeloton zullen moeten verschijnen. Martial moet reeds tijdens zijn eerste weken in Breendonk beseft hebben dat er stront aan de knikker was. Had iemand hem ingelicht dat hij in gijzelhaft zat, als gijzelaar zou gebruikt worden door het Duitse gerecht? Of zou hij zelf tot die conclusie gekomen zijn, gezien zijn misdaden, tussen aanhalingstekens, tegen de bezetter? Ik denk eigenlijk het tweede. Op 24 januari 1943 al, dat is 6 weken voor de fatale handtekening van von Falkenhausen, schrijft de T in Breendonk zijn testament op een vodje papier. En prison de Breendonk, le 24 janvier 1943. Avant de mourir, je lègue mon avoir, propriété, marchandises et actions, en 2 mots, le tout, à la masse des employés, parents et amis suivants. Jean Matisse, mon cousin, Katharina Braun, une amie, Jean Hertog, lui aussi un ami, Paula Batens, Léontine Firenze, Yvon Arts, Louis Warwick, Émile Van Aert, Adrien Mess, tous employés. Ainsi qu'aux porteurs de la présente volonté, et le droit de discuter en mon nom, mes dernières volontés avec le notaire Jean Matisse, et autorise celui-ci à verser 100 000 francs aux porteurs pour les études de son fils. Getekend, Martial van Schelle. Kort gezegd,
Marcel geeft al zijn goederen weg aan zijn medewerkers en aan enkele vrienden en familieleden. Interessant is de naam van Catharina Braun, zijn vriendin op dat moment. Ik vraag me af dat dat de Duitse dame was die onder dwang Marcel zijn naam had doen vallen bij de Gestapo enkele weken voor zijn arrestatie. De drager van deze wilsbeschikking krijgt ook 100.000 frank om de studies van zijn zoon mee te betalen. En die drager is Leon Leemans, kamergenoot van Marcel en lid van het kleine clubje van Kamer 2. De Sicherheitsdienst had Leemans in La Louvière opgepakt vanwege zijn lidmaatschap bij het Onafhankelijkheidsfront. Samen met onder andere Trido komt hij toe in Breendonk op Oudjaarsavond 1942. Als hij zijn gevangenschap zou overleven en de brief buiten de prikkeldraad zou krijgen, is hij degene die Marcel's laatste wil moet organiseren via notaris Matisse. Maar terug naar de inhoud. Na de rechthebbende volgt de opsomming van enkele van de bezittingen van de Tie. Een pain van Schelde, rue de la Glacière, Saint-Gilles. Bâtiment, rue de la Glacière 11, Saint-Gilles. Bain à la Louvière, rue des Amours. Les marchandises, titres et patinoires divers. Ma part action Lacodam et Pôle Nord et argent liquide. Marcel spreekt hier over zijn zwembaden in Saint-Gilles en La Louvière. Over al zijn goederen, titels en schaatsbanen en zijn aandelen in Lac aux Dames en de Pôle Nord, nog een schaatspiste. Ook al het liquide geld wordt vererfd bij zijn laatste wil. Hij schrijft verder: J'espère que le partage se fera de bonne foi, comme je l'ai toujours dit de mon vivant, et suivant les indications du porteur. Je vais mourir pour la Belgique. Tâchez de vous en souvenir en perpétuant mon nom dans le temps et dans l'espace. Opnieuw getekend, Marcel van Schelle. Marcel rekent er dus op dat alles in vertrouwen zal verlopen volgens de instructies die de drager van het document heeft meegekregen. Ik ga sterven voor België, vergeet me nooit. Dat zijn de laatste woorden van de brief. Leon Leemans komt na 5 maanden detentie vrij op 7 mei 1943. Ook het testament verlaat op dat moment Breendonk. En zover ik weet, is het uitgevoerd zoals een die het gewild heeft. In zijn boek beschrijft Trido de laatste uren van zijn beste vriend. Hij schrijft: Er hing een sfeer van rouw in de kamer die zondag, 14 maart 1943. De mannen fluisterden met elkaar in een hoekje. Ik zat aan tafel met Van Schelle, Zavaro en Wittezalen toen Siske op ons toetrad en mij vroeg: Wat dunkt u, Victor? Zou ik mijn moeder nog kunnen zien voor ik doodgeschoten word? Kom, Siske, zei ik. Zover zijn we nog niet. Ja, maar ik heb immers een bekentenis afgelegd. Siske had namelijk onder dwang in de folterkamer toegegeven dat hij een Duitser had vermoord in Brussel. Marcel, die toegeluisterd had en die de volgende morgen zelf gefusilleerd zou worden, mengde zich in het gesprek. Ze gaan u naar Duitsland sturen, hè? En dan? Je moet u nu het ergste voorstellen. Die oorlog kan plotseling gedaan zijn. Ja, maar als ik mijn moeder maar gedurende enige ogenblikken kon zien, dan kon de rest me gestolen worden, Marcel. Nu, Siske, beste luisteraar, zou niet worden doodgeschoten de volgende ochtend. Wanneer de avond valt en de lichten worden gedoofd, gaat het gesprek verder. Trido schrijft:
Tegen u aangedrukt, op uw enge stroozak, luisterden we. Ik en André Wittezalen, naar uw laatste aanbevelingen tot diep in de nacht. Eindelijk heb je gedaan alsof je ingeslapen waart. Maar wij hebben ons niet laten misleiden. Je hebt eenvoudig gewild dat wij onze nachtrust namen, want je wist bij ervaring hoezeer onze dagelijkse bezigheden onze krachten sloopten. André heeft me later verteld dat je heel de nacht zijn hand had vastgehouden. Maar het opperste uur zou slaan. Maandag 15 maart. De SS komt Martial halen. Trido schrijft: Je hebt nog afscheid van mij kunnen nemen en uw zakdoek hebt je mij nagelaten als een dierbare reliek. We stonden daar met 47 aan de voet van ons bed en vormden een erehaag toen je vertrokken zijt. 9 andere veroordeelden wachten u op in de gang. We zagen hen eveneens. Wat waart ge groot, Martial. Allen waart ge groot op dat beslissende uur. Buiten op de binnenkoer worden de veroordeelden met een zak over hun hoofd afgemarcheerd richting executieplaats, achteraan, het fort. Victor hoort de voetstappen op de kasseien stilaan uitsterven. Het is akelig stil. Iedereen in de kamers is in gedachten bij hun kameraden. Eens op het executieterrein worden de gevangenen vastgebonden aan de palen. Op hun ontbloot bovenlijf wordt een rode cirkel geschilderd, zodat het executiepeloton beter kan mikken. Weermachtalmoezenier Otto Graman is ook aanwezig. Hij geeft de laatste zegeningen. De weermachtsoldaten, die de dodelijke kogels zullen afvuren, marcheren tot op hun plaatsen. 6 meter van de palen. Ze zijn klaar. Het is 7:10 in de ochtend. Dan weer klinkt er een oorverdovende stilte. Leuk aan! Fire! Binnen heeft Victor Trido de hele tijd voor zich uit zitten staren. Toen de salvo's weer klonken, sloot hij de ogen. Zijn beste vriend en toeverlaat was niet meer. Enkele uren na de executie staan de gevangenen echter alweer te zwoegen en te kreunen op de werf. Dat is de harde realiteit van het SS-kamp. De bot kan het ook niet laten om te komen zeggen dat hij Martial het genadeschot gegeven had. Dat hij niet onmiddellijk dood was geweest. Hij had er nog plezier in ook. Na de oorlog zou almoezenier Graman dit verhaal ook bevestigen. De laatste woorden van Martial waren gericht aan het executiepeloton. Hij moet geroepen hebben: Tirez encore, nom de Dieu, je ne suis pas atteint. Schiet nog eens, want ik ben nog niet dood. Vrij vertaald, hè? De zenuwachtige en halfdronken soldaten hadden met hun eerste schot slechts zijn arm verbrijzeld. De bot maakte het werk zonder pardon af. In Breendonk was er geen genade. Martial van Schelle werd begraven op het ereperk van de Nationale Schietbaan.
Vandaag zijn dat de gebouwen van de RTBF in Schaarbeek. Zijn kruis staat in de tweede rij op het tiende graf. Hij krijgt in 1944, postuum, de medaille van het Franse Verzet voor zijn rol in Manipul. Het is de Gaulle zelf die ze uitreikt. Victor Trido werd vrijgelaten op 9 mei 1943 en zal de oorlog overleven en zijn boek opdragen aan zijn Martial. Ziezo, beste luisteraar. Dit was het historische vertelsel over het toch wel wonderbaarlijke leven van Martial van Schelle. Armand Huet had gelijk toen hij zijn boekje die titel gaf. Maar aan zijn rijkgevulde leven kwam heel abrupt en veel te vroeg een einde vanwege zijn verzet tegen de Duitse bezetter. Had Martial niet gevraagd om hem nooit te vergeten? Ik hoop dat ik erin geslaagd ben hem toch een beetje uit de vergetelheid te halen. Want geen enkel slachtoffer van de nazi's, geen enkel zinloos oorlogsslachtoffer trouwens, mag vergeten worden. Mijn naam is Jo, alias Gids 53. Het was me alweer een zeer groot genoegen. Tot in de volgende reeks van de podcast Historische Vertelsels over mensen van bij ons. Of boek eens een wandeling op locatie. U kan ze vinden op mijn webstack gidsnummer53.com. Speciale dank aan Leen Huet. Ze heeft een persoonlijke band met Martial en een hele leuke en super interessante blog met heel veel info over hem. Ze is trouwens ook aan het broeden op een leuk project over de T. Dankjewel Leen voor de ontvangst en de gezellige babbel met een koffie in het geboortehuis van Martial. Het was zeer, zeer inspirerend. Merci ook aan zoon Senne, mevrouw Katrien en pa van Dessel, die opnieuw hun stemmen verleenden aan de podcast. En ook buurman Ronnie en new kid on the block Erik van Linden dank ik graag voor hun vocale bijdrage in de derde aflevering. Vielen dank. Moest u op Spotify luisteren, vanaf nu kan je ook de podcast raten, punten geven dus, via je app. Je zou er mij, met wat eerlijke sterretjes, een schoon cadeauke mee doen. Alvast, bedankt.